Nou, ik ben eigenlijk vrij. Goedemorgen, het is vrijdag. Laatste dag voor het weekend, echt zo lekker. Ik ga zo de meiden naar school brengen. Ik moet vanmiddag de auto nog weer omruilen. Ze heeft kinderfeest vandaag en ik ben hulpmoeder. Waar ik te overblijven, dus het is echt wel ren- en vliegdag. Ga ik nog proberen mijn huis een beetje oké te maken. Dus we gaan eens kijken. En nu even snel een ontbijt deel 1. Ik had even mijn naadje snel 's ochtends. En dan ontbijt ik dadelijk na de boodschap nog goed, maar neem ik altijd snel wat in. Laatste ochtendje in de vervangende auto. Die gaat vanmiddag terug en wij hebben dan vanmiddag natuurlijk onze auto weer terug. Dan zat ik me alleen te bedenken dat we dat vanmiddag pas doen en die twee dingen los van elkaar gaan. Ik heb allemaal spullen hier in de auto. En die moet ik dan eerst allemaal naar huis tillen. En dan later weer terug naar de auto. Dus dat is wel echt even vervelend. Ik moet echt even gaan zien hoe ik dat ga doen. Maar ik heb die auto's nooit tegelijk naast elkaar. Anders kan je natuurlijk zeggen, ik gooi het van de een in de ander. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik dat moet doen. Ik heb trouwens nieuwe laarsjes aan. En ze zitten zo verschrikkelijk lekker. Trouwens gelijk alles gelijk. Deze trui van Naked aan, broek van Manhattan en dus die laarsjes van Vagabond. En ik was er al blij mee, maar nu ben ik echt extra blij mee. Want echt, nou, ze voelen echt alsof ik ze al 10 jaar heb, zeg maar, zo lekker lopen ze. Nou, weer filmen vanuit mijn meest favoriete hoek. Ik moet even lunch maken en aangezien we bij het kinderfeest eten, de touches en zo, ga ik even een goede gezonde lunch maken. Tomaatjes, paprikaatjes. Ik doe altijd wel een gezonde lunch, niet daarvan, maar ik denk, doe er even extra toch, zeg maar, groente in. Dan heeft Sarah dat in ieder geval gegeten. En soms kan ik voor mezelf dan wel lak zijn, maar voor haar vind ik het gewoon belangrijk. Misschien ben ik er een zeur in. Maar ik heb zoiets van, het kan zo simpel zijn. Snoep, paprikaatjes vindt ze geweldig. Die kleintjes, dus ik denk, als ik die er nou gewoon goed ingooi, die eet ze goed. En dan er toch even... Ja, echt het grootste klus als ik aan het filmen ben. Terwijl ik praat wel tegen de camera, maar ik doe er natuurlijk niks mee. Elke keer vliegt dan alles op de grond. Overblijfweer gehad. Marco is tussendoor even thuis gekomen. Dus die rijdt mij nu naar de garage. Daar kan ik onze auto ophalen. En dan kan ik toch dadelijk de auto even naast elkaar zetten en al die spullen overzetten. Kijk hoe fijn. Hier staat een bus. Daar staat een wagen. En ik sta daar. Ik kan er dus niet uit. Nou, ik ben eindelijk vrij. Nu naar huis, snel die spullen overgooien. En ik moet de sleutel alles klaarleggen. Marco die brengt zo met iemand die auto dan weer terug. Want ik heb dan natuurlijk dan het kinderfeestje en zo. En dat kan ik ook niet echt afzeggen nu. Oh, maar al die zitjes over zo. Maar goed, nakijken dat ik niet iets in die auto laat liggen. Want als ik het in deze liet liggen, dan ligt het in principe natuurlijk gewoon nog. Laten we uitgaan van eerlijke mensen. Maar dat is met die auto natuurlijk niet. En ik kan de deur weer uit. Ik heb mijn was opgehangen, nou dat was het. Dus snel naar school. Kindjes ophalen. Ik weet overigens trouwens niet of ik straks überhaupt iets kan filmen. Want jullie weten hoe ik denk over het filmen van allemaal kindjes. Er zijn er wel een paar die wel in beeld mogen. Maar ja, als die tussen allemaal kindjes staan waarvan ik het niet weet. Dat schiet niet op. Dus ik zie wel misschien dat ik 1 of 2 keer zelf film. En nou ja. Jullie gaan het nu zien. Hallo, Livia. Nou, we hebben alle kindjes afgezet.
Sarah en ik gaan alleen nog Belen afzetten en dan gaan we naar huis. Ah, Sarah wil met Belen trouwen. Gek kind. Zo verschrikkelijk lief. Ik ben ook echt verwend. Ik heb deze gekregen omdat ik vorige keer bij de verjaardag van Noah deze zo lekker vond. Die vind ik ook echt heel erg lekker. Dus bedankt je. En ik had Livia ook naar huis gebracht. Alles heb ik deze gekregen van Laila. Helemaal niet nodig, maar super lief. En Sarah had 3 zakjes snoepjes gekregen. Dus ik heb van Sarah ook een zakje snoepjes gekregen. Ze hadden echt veel te veel snoepjes. Het was eigenlijk voor elke kind een zakje. Maar ze hadden echt 3 keer zoveel zakjes. Maar Sarah moest het dan... In ieder geval moest het van zichzelf dan delen met ons. Echt, echt zo schattig. En denk, oh, ik heb toch iets goed gedaan dat ze dat zo lief deelt. Mijn lijn gaat er dus helemaal aan, dat begrijpen jullie. Maar happy, lekker. Zo, ik ben best wel moe van vandaag. Dus ik ga gewoon lekker op tijd mijn bedje in. Marco is naar boven gegaan. En ik ga ook lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Duimpje achterlaten. Reacties vind ik ook altijd echt heel erg leuk. En dan zie ik je morgen. Doei doei!